Geachte aanwezigen, het is mij een genoegen en een eer om u welkom te mogen heten bij deze academische plechtigheid. Mijn naam is Anton Pijpers, voorzitter van het college van bestuur van deze prachtige universiteit. Professor Annelien Bredenoord zal hedenmiddag haar inaugurele reden uitspreken met als titel Can Ethics Save the Life of Biomedicine? Professor Bredenoord studeerde aan de Universiteit Leiden, al waar zij afstudeerde zowel in de theologie als in de publieke politieke wetenschappen. In 2010 behaalde zij haar doctoraat aan de Universiteit Maastricht. De titel van haar proefschrift luidde Ethics at the Interface of Reproductive Medicine and Genetic Technology. Sinds 2008 werkt ze bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, bij de afdeling Medical Humanities, onderdeel van het Julius Center. Professor Bredenoord is per 1 februari 2017 benoemd als hoogleraar op het vakgebied van Ethics of Biomedical Innovation aan de faculteit Geneeskunde. Dames en heren, Annelien Bredenoord heeft recent de Universiteit Utrecht Publieprijs 2017 gewonnen. Ze was veelvuldig in de media over onder meer de invloed op patiëntenzorg en maatschappij van medische innovaties zoals stamcelonderzoek, voortplantingstechnologie, big data en biobanken. Ze trad vorig jaar nog op in de Universiteit van Nederland, waar ze sprak over ethische kwesties rondom onderzoek met embryo's die toch niet meer gebruikt worden en designerbaby's. Zoals in het juryrapport toen verwoord, het onderzoeksterrein van Annelien Bredenoord leent zich bij uitstek om ermee naar buiten te treden en deel te nemen aan het maatschappelijk debat. En dat is wat we als universiteit ook graag zien. Impact genereren. Professor Bredenoord doet het veelvuldig en heeft bovendien een indrukwekkende wetenschappelijke carrière doorlopen. Zij weet wetenschap en impact voortreffelijk te combineren. Zij vertaalt haar specialistische vak excellent naar de praktijk. Ze zoekt de nuance op om die vervolgens maatschappelijk te vertalen en aan de actualiteit te koppelen. Ze slaagt erin haar vakgebied dichter bij de mensen te brengen en dat is van belang. Na het uitspreken van de reden door professor Bredenoord is er gelegenheid om haar geluk te wensen in de senaatzaal op de eerste verdieping van dit gebouw. Ik zou echt vriendelijk willen verzoeken om bij het verlaten van de zaal voorrang te willen verlenen aan het cortège en aan de mensen die op de eerste rij zitten. Dan geef ik nu heel graag het woord aan professor Bredenoord. Meneer de rector magnificus, leden van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Leden van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Mevrouw de minister, geachte collega's en toehoorders, lieve vrienden en familie. Zo'n 35 jaar geleden, in 1982, publiceerde de Amerikaanse filosoof Stephen Toulmin een inmiddels klassiek geworden artikel, How Medicine Saved the Life of Ethics. In dit artikel beschreef hij de stagnatie van de moraalfilosofie, wat we nu meestal de academische ethiek noemen. De status van de ethiek was al niet zo hoog in de hiërarchie van de filosofische specialismen, maar pakweg de eerste 60 jaar van de 20e eeuw ging het helemaal niet goed met de ethiek. Moraalfilosofen waren heel erg naar binnen gericht, hun werk was heel abstract en theoretisch. Niemand hield zich bezig met normatieve, toegepaste vragen over concrete morele vraagstukken en dilemma's. Mijn vakgebied was op sterven na dood. Het was een groep moraalfilosofen en theologen die zich in de jaren 1960 begon te richten op de snelle technologische ontwikkelingen in de geneeskunde, waardoor een nieuwe discipline ontstond, bioethics, de bioethiek. Drie factoren droegen bij aan het ontstaan van mijn vakgebied. Ten eerste de technologische ontwikkelingen. Vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw nam de geneeskunde en het medisch-wetenschappelijk onderzoek een hoge vlucht. In slechts een aantal decennia werden ongekend veel nieuwe technieken en apparaten geïntroduceerd. Er kwamen nieuwe mogelijkheden aan het begin van het leven, zoals in vitro fertilisatie, prenatale diagnostiek en later ook embryoselectie. Het werd mogelijk een zwangerschap te voorkomen door de ontwikkeling van voorbehoedsmiddelen, zoals de pil, of af te breken door middel van abortus provocatus. Ook aan het eind van het leven werd er steeds meer mogelijk. Nadat rond 1952 de eerste beademingsmachines werden ontwikkeld, ontstonden discussies over kunstmatige beademing en wel of niet doorbehandelen. Ook ontstond in deze jaren de nierdialyse, reanimatietechnieken, kunstmatige voeding en de transplantatiegeneeskunde.
En die laatste zorgt tot heden voor politieke discussies, zoals we hebben kunnen merken. Nieuwe technieken roepen de vraag op die iedereen associeert met ethiek. Moet alles wat kan? Waar enerzijds een groot optimisme heerste in de jaren 60 over de ongekende mogelijkheden van de technologie, werd anderzijds ook aandacht gevraagd voor de keerzijde van technologie. Ten tweede is de bioethiek ook born in scandal. Schandalen en controversiële wetenschappelijke studies hebben geleid tot de ontwikkeling van de biomedische onderzoeksethiek. Zo hebben de verschrikkingen in de Tweede Wereldoorlog geleid tot de processen tegen de nazi-artsen in Nuremberg in 1947. En dat heeft weer geleid tot de Code van Nuremberg, welke weer invloed had op de totstandkoming van de Verklaring van Helsinki. Een ander voorbeeld zijn de Tuskegee-experimenten in de Verenigde Staten, waarin decennia lang, van 1932 tot 1972, arme Afro-Amerikaanse mannen opzettelijk onbehandeld bleven tegen syfilis, zelfs na de uitvinding van antibiotica, om zo het natuurlijk beloop van de ziekte te kunnen observeren. Deze en andere controversiële of ronduit onethische studies hebben geleid tot gezaghebbende internationale medisch-ethische codes en uiteindelijk tot nationale wetgeving, zoals in Nederland onder andere de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. En ten derde paste de ontwikkeling van de bioethiek goed bij de ontluikende denkbeelden in de jaren 60 van de 20e eeuw over emancipatie, democratisering en patiëntenrechten. En zo ontstond er een nieuw interdisciplinair vakgebied op het snijvlak van onder andere de filosofie, theologie, levenswetenschappen en geneeskunde. De nieuwe bioethici gingen zich richten op concrete, real-life morele vraagstukken. Op wat nieuwe technologie en medisch-wetenschappelijk onderzoek betekende voor professionele rollen en verantwoordelijkheden. En ze benadrukten dat ethiek en het ethisch redeneren niet alleen een intellectuele component heeft, maar dat het net als de geneeskunde ook een kunst en een vaardigheid is. Net als de arts die niet alleen kennis nodig heeft, maar ook klinisch oordeelsvermogen. Overigens was de reputatie van de nieuwe discipline bioethiek in de beginjaren erg slecht. Filosoof Art Kaplan noemde het het bastaardkind van de filosofie en theologie. Je moest destijds, al dus Kaplan, vooral niet zeggen dat je bioethicus was. Dat was een soort van toegeven dat je alcoholist was, of erger. Los van enig drankgebruik, de reputatie van de bioethiek is inmiddels stukken beter. Bioethiek floreert. We hebben onze eigen internationale wetenschappelijke congressen en tijdschriften. Op elke faculteit geneeskunde is er een vakgroep medische ethiek. Ik ga nu niet hardop zeggen welke faculteit of welke universiteit in Nederland het laatst was. En ethici zitten in allerlei medisch-ethische commissies. Je kunt zeggen dat de biomedische ethiek tenminste gelijkwaardig is geworden aan haar ouderlijke disciplines van de theologie en de filosofie. Hetgeen inderdaad de disciplines zijn waar ik vandaan kom. Met andere woorden, het was de buitenwereld en met name het biomedisch veld dat de ethiek die op sterven na dood was gereanimeerd heeft. Een nieuwe reden van bestaan gaf. En vandaar dat Toulmin concludeerde dat de ethiek, haar relevantie voor mens en maatschappij, welke voorgoed verloren leek, weer helemaal teruggevonden had door de geneeskunde. How medicine saved the life of ethics. Dus bij deze bedank ik alsnog de biomedische innovatoren van de jaren 50, 60 en 70, die ons beademingsmachines, voortplantingstechnologie, anticonceptie, antibiotica, vaccinatie, genetische testen en daarmee heel veel morele vraagstukken, en dus ook mijn vakgebied, de biomedische ethiek, hebben gebracht. Maar, dames en heren, met onze redder lijkt het nu zelf niet zo goed te gaan. De geneeskunde, de biomedische wetenschappen zijn in crisis. En dat heb ik niet zelf verzonnen, ik zou niet durven, maar de kritiek groeit van binnenuit. Net als met de ethiek in de jaren 50 en 60. De laatste jaren groeit de bezorgdheid binnen de biomedische wetenschappen en de geneeskunde. Hele series zijn er hieraan gewijd in de gezaghebbende medische tijdschriften, zoals The British Medical Journal, PLOS Biology en The Lancet. In 2005 gooide wetenschapper John Ioannidis een knuppel in het hoenderhok met een artikel Why Most Published Research Findings Are False. Sindsdien is er een correspondentiestroom op gang gekomen met artikelen met titels als Avoidable Waste in the Production and Reporting of Research Evidence, en een hele reeks van artikelen getiteld Increasing Value, Reducing Waste in de Lancet. Waarover gaan deze artikelen? Welke kritiek wordt erin verwoord? Het komt er in grote lijnen op neer dat de helft of zelfs meer van het wetenschappelijk onderzoek niet reproduceerbaar is.
Dat wil zeggen dat het niet herhaald kan worden in een ander lab of in een vervolgstudie. De data zijn vaak niet open toegankelijk, waardoor het moeilijk of onmogelijk is om het een en ander na te rekenen. Er is een publicatiecultuur ontstaan waarin kwantiteit, dus zoveel mogelijk artikelen, boven kwaliteit lijkt te gaan. De vragen die onderzocht worden zijn low priority. Ze gaan dus niet over de belangrijke, onopgeloste vraagstukken voor patiënten. Bijvoorbeeld over bijwerkingen die een hele grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven. Belangrijke uitkomstenmaten worden niet meegenomen. Er is een zogenaamde valley of death, wat betekent dat er weinig studies in het lab uiteindelijk ook echt tot een nieuwe behandeling leiden. En verder, en ik hou bijna op, is er sprake van publicatiebias. Bijvoorbeeld negatieve en neutrale wetenschappelijke onderzoeksresultaten worden amper gepubliceerd, waardoor de resultaten van heel veel studies ontbreken en er dus een vertekend beeld ontstaat. En tot slot, diermodellen zijn vaak niet beschikbaar of controversieel. En als er al resultaten zijn, worden deze vaak niet geregistreerd of gepubliceerd. En ook in Nederland wordt deze kritiek verwoord door een beweging genaamd Science in Transition, die mede in het leven is geroepen door de decaan van het UMC Utrecht, professor Frank Miedema. In onder andere hun position paper, veelzeggend getiteld Waarom de wetenschap niet werkt zoals het moet en wat daaraan te doen is, wordt stevige kritiek geuit op de doorgeschoten publicatiedruk die universiteiten heeft getransformeerd tot promovendi-fabrieken. Wetenschappers worden vooral geprikkeld om publicaties te schrijven, niet om maatschappelijk relevant onderzoek te doen. En recent spoorde ook de Gezondheidsraad in haar rapport Onderzoek waar je beter van wordt aan dat de UMC's meer onderzoek moeten doen naar vragen die er in de praktijk toe doen. En dit was ook het thema van een congres dat ik met een interdisciplinaire groep wetenschappers 2 weken geleden georganiseerd had in Hannover. Getiteld Lost in the Maze, Navigating Evidence and Ethics in Translational Neuroscience. En de centrale vraag was, hoe kan het dat er zoveel onderzoek in het lab wordt gedaan en er toch zo weinig doorbraken en nieuwe behandelmogelijkheden zijn voor patiënten met hersenziekten, zoals Parkinson, ALS of Huntington. En wat kunnen we eraan doen om deze situatie te veranderen en wie hebben we daarvoor nodig? Los van de complexiteit van de hersenwetenschappen kunnen we ons toch niet aan de indruk onttrekken dat systeemfactoren ook hier een belangrijke rol spelen. En dat is ethisch uitermate problematisch. Als aan het begin van de pijplijn, dus bijvoorbeeld bij het onderzoek in het lab, niet goed duidelijk wordt wat de risico's en opbrengsten zouden kunnen zijn van een nieuwe interventie, hoe kan een ethische commissie, en laat staan proefpersonen en patiënten, dan een redelijke inschatting maken van de voor- en nadelen van het meedoen aan een klinische trial, dus aan een experimentele studie? Het lijkt wel of de biomedische wetenschappen en de geneeskunde hetzelfde overkomt als de ethiek 70 jaar geleden. Naar binnen gericht, niet per se gericht op de belangrijke vraagstukken, te weinig betrokkenheid van patiënten en de buitenwereld over de onderzoeksagenda. Maar dames en heren, zoals toegeschreven aan Machiavelli en Churchill, never waste a good crisis. Zoals gezegd is mijn eigen vakgebied feitelijk geboren uit verschillende crises en maatschappelijke veranderingen. Hoe kan je een vakgebied beter bedanken dan je diensten terug aan te bieden? Kunnen wij, ethici, onze zeer gewaardeerde collega's binnen, maar ook buiten mijn faculteit een helpende hand bieden? Met andere woorden, can ethics save the life of biomedicine? Beste mensen, ik vind het geweldig dat u in zo grote getale bent gekomen en dat ik u 3 kwartier mag toespreken zonder vragen of interrupties. En ik zie allemaal bekende gezichten uit allemaal verschillende werelden en ik ga proberen om zo toegankelijk mogelijk te laten zien hoe wij te werk gaan met het zogenaamde ethisch parallelonderzoek, wat de achtergronden zijn van deze werkwijze, wat de rol van de ethicus is en hoe zij zich kan verhouden tot nieuwe biomedische technologie. Verder zeg ik graag wat over het publieke debat over technologie en uiteraard heb ik een aantal voorbeelden voor u. En in mijn conclusie reflecteer ik of en in hoeverre deze benadering behulpbaar zou kunnen zijn voor de biomedische wetenschappen en de geneeskunde in bredere zin. Ik noem onze manier van ethiek bedrijven ethisch parallelonderzoek. Ethisch parallelonderzoek blijkt heel geschikt te zijn voor de vroege evaluatie van biomedische technologie. Zo heb ik mezelf de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met ontwikkelingen en de ethische aspecten van bijvoorbeeld het genetisch onderzoek, de regeneratieve geneeskunde, waaronder het stamcelonderzoek, biobanken, voortplantingstechnologie en het gebruik van big data. Ethisch parallelonderzoek betekent dat ethici de ethische aspecten van nieuwe biomedische technologie
parallel aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie identificeren en evalueren. De ethicus werkt samen met de onderzoeker in het lab, de data scientist achter de computer, met patiënt, met proefpersonen en met de arts die een klinische trial wil starten. En we doen dit alles het liefst in een vroeg stadium en niet aan het einde van de pijplijn als een behandeling of techniek al uitontwikkeld is en de belangrijkste beslissingen al genomen zijn. En op deze manier kunnen de wetenschap, biomedische technologie, ethiek en maatschappij elkaar vormgeven. Co-productie noemen we dat. En dit staat tegenover het klassieke beeld waar wetenschap en ethiek en maatschappij heel sterk gescheiden werelden zijn, met sterk afgebakende rollen. En graag vertel ik u iets meer over de achtergronden van deze co-productie. En daarvoor moet ik eerst een stapje terug doen. Traditioneel worden wetenschap en samenleving, science en society, als heel gescheiden domeinen gezien. Dit wordt ook wel het Olympus-model genoemd. Je hebt enerzijds wetenschap en technologie en anderzijds heb je ethiek, politiek en de maatschappij. Hier is de universiteit waar feiten en ware kennis geproduceerd wordt en daar in de maatschappij gaat het over subjectieve zaken. De kennis die wetenschap produceert wordt in deze zienswijze ook wel certified knowledge genoemd. Kennis met een certificaat, vrij van ideologie, onbesmet met godsdienst, politiek, cultuur, etc. Dit wordt ook wel mode one science genoemd. Inzichten uit de wetenschapssociologie en de wetenschapsfilosofie laten zien dat wetenschap en maatschappij veel meer met elkaar verweven zijn dan deze mode one lijkt te erkennen. Geleerden als Bruno Latour en Sheila Jessenoff die beschrijven in hun werk hoe er ook in de wetenschap gewield en gedeeld wordt. Hoe ethische en politieke denkbeelden invloed hebben op je lab of op je spreekkamer. En hoe de productie van wetenschappelijke feiten niet een natuurlijke trechter is waarbij het zuiverste wetenschappelijke idee vanzelf zich over de maatschappij zal verspreiden. Ook wetenschappelijke feiten en termen zijn sociale constructen, afspraken, consensus. Ze komen tot stand in nauwe interactie met heel veel partijen. De al eerder genoemde co-productie. Co-productie betekent dat wetenschappers, klinici, ethici, patiënten, juristen, sociale wetenschappers, maar ook kunstenaars en andere mensen in onze maatschappij samen in een dynamische interactie nieuwe kennis, behandelingen en medische technologie ontwikkelen. En op die manier hoop je tot kennis te komen en de vragen te adresseren die aansluiten bij de wensen en behoeften van gebruikers, die in de biomedische wetenschappen en de geneeskunde veelal de patiënt is. Dit wordt ook wel mode 2 science genoemd. Het besef dat wetenschap, technologie en samenleving vervlochten zijn. En dat is door de eerder genoemde wetenschapssociologen en filosofen niet alleen descriptief beschreven, maar je kunt er ook een normatieve draai aan geven. Dus dat de vervlechting van wetenschap en samenleving nodig is om doorbraken tot stand te laten komen. Het wordt steeds duidelijker dat de zogenaamde grand challenges, de grote wereldwijde uitdagingen zoals global warming, verstedelijking, healthy urban living, migratie, een verantwoorde omgang met nieuwe technologie, en ga nog maar even door, dat die niet monodisciplinair vanuit de Olympus kunnen worden onderzocht. Met andere woorden, we kunnen niet doen alsof universiteiten en laboratoria een soort van afgeschermde kokers zijn, die zelfstandig kennis ontwikkelen die objectief en waardevrij is. De grote vraagstukken lijken op zogenaamde wicked problems. Problemen en vraagstukken die niet door één discipline worden opgelost, en waarbij er discussie is over wat überhaupt de gewenste uitkomst is of zou moeten zijn. Met andere woorden, je hebt interdisciplinariteit en normativiteit nodig. En dat is precies hoe de moderne biomedische ethiek opereert. Wat is in deze visie de rol en de expertise van de ethicus? Nou, die is natuurlijk veelsoortig en verschillende ethici zullen ook verschillende accenten leggen. Zoals een van mijn lievelingsfilosofen, Hannah Arendt, al zei, de wereld wordt niet bewoond door de mens, maar door mensen. We zijn allemaal anders en het maakt ook als ethicus uit wat je mens en wereldbeeld is. Dat zie je bijvoorbeeld als ik commentaar geef op een wetenschappelijke ontwikkeling, zoals het genetisch veranderen van menselijke embryo's, of als een niet nader te noemen christelijk ethicus dat doet. Of je dan wel of niet lid bent van een politieke partij of misschien zelfs een politieke functie vervult, dat maakt niet eens zoveel uit. Je mens en wereldbeeld maakt wel uit. En hoe je de verhouding tussen mens en technologie ziet. Mede door de techniekfilosofie ben ik ervan doordrongen geraakt dat de mens en technologie altijd met elkaar verbonden zijn. Ze kunnen niet los van elkaar gedacht worden. Sinds mensenheugenis maken wij gebruik van wetenschap en technologie om de wereld beter te begrijpen en ook te controleren.
En veel van u hebben wellicht, net als ik, op vakantie de twee boeken van Yuval Harari gelezen. Waarin we kunnen lezen dat onze verre voorouders al vanaf de steentijd in de weer zijn met technologie. Ook al was het misschien in wat primitievere vorm. De mens is van het begin af aan door en door een technologisch wezen. We noemen het gezichtspunt van hoe ik mens en technologie benader de postfenomenologie. Filosofen hebben soms de neiging de dingen nog moeilijker te maken met lastig jargon, net als de collega artsen. Maar wat u zou kunnen onthouden is dat mens, wereld en technologie elkaar vormen in een onderlinge relatie. Zoals techniekfilosoof Peter Paul Verbeek het zegt, technologie bemiddelt de relatie tussen mensen en hun wereld. Technologie kan aanzetten tot handelen, heeft impact op ons, maar wij hebben net zo goed impact op technologie. Zoals Sheila Jasanoff haar meest recente boek opent, Our Inventions Change the World and the Reinvented World Changes Us. Met andere woorden, mensen hebben bijvoorbeeld de pil, voortplantingstechnologie en genetische testen ontwikkeld. En die technologie heeft vervolgens weer grote invloed op de emancipatie van de vrouw, op welke wijze mensen kinderen krijgen en hoe ze dat ervaren en ook beleven. En als er op een dag geslachtscellen, dus eicellen en zaadcellen, uit huidcellen gemaakt kunnen worden, en dit kan al bij muizen in het lab, dan zal ook dat een revolutionaire impact hebben op kinderen krijgen en überhaupt het hele concept van wat familie is. Omdat technologie, artefacten, dus dingen, impact hebben op ons, ons aanzetten tot handelen, is het niet neutraal. Het heeft zelfs een politieke lading. Zo beschrijft Winner het beroemde voorbeeld van de viaducten naar Long Beach Island in de Verenigde Staten. Deze viaducten waren in de jaren 1920 ontworpen door Robert Moses, van wie bekend was dat hij er racistische denkbeelden op nahield. Hij ontwierp de viaducten zo laag dat er alleen auto's onderdoor konden en geen openbaar vervoer. En wie hadden er destijds auto's? Juist, de witte Amerikaanse middenklasse. De Afro-Americans konden zo niet op Long Beach Island komen. Ook medische technologie medieert. Ook in medische technologie kan een zogenaamd script zitten. En als je dat eenmaal weet, dan kan je maar beter mede-vormgever worden van dat script. En zo komen we weer op die co-productie. Ik zie de ethicus dan ook in eerste instantie als een kritische begeleider van verantwoorde innovatie van binnenuit. Niet zozeer als een beoordelaar van buiten. Niet als iemand die alle vragen over ethiek zou kunnen beantwoorden als een soort alleswetende wetende wijze. Of van, oh, geef mij even de ethiek. Of we vragen het de ethicus. Ik wil mensen aanzetten mee te reflecteren op de wetenschap en de technologie die ze zelf ontwikkelen in het lab, waarover ze lezen of leren als student, die ze gebruiken als patiënt, of waarover ze beleidsbeslissingen mogen nemen als politicus of als ambtenaar. En dat is een onderdeel van het zogenaamde vervlechtingsmodel. En daarom zie ik ook mijn rollen als ethicus, onderzoeker, docent, commissielid, politicus, die zie ik ook niet altijd als heel sterk gescheiden, maar als elkaar versterkend. Op deze manier naar innovatie kijken is een houding, een attitude. Je stelt je telkens de vraag, hoe kunnen we nieuwe technologische ontwikkelingen ethisch verantwoord vormgeven en wie heb je er in welk stadium voor nodig? Maar het is met name belangrijk dat we in een vroeg stadium betrokken zijn. De ethicus wil namelijk laten zien dat er al in de designfase ethische keuzes worden gemaakt. Dat er dan al sprake is van impliciete normativiteit. Even een heel alledaags voorbeeld, onze nieuwe keuken. We hebben thuis een nieuwe keuken. Net zoals je thuis bij het vormgeven van een nieuwe keuken nadenkt over hoe je de keuken gaat gebruiken, hoe je gezinssamenstelling is, wat je budget is, dat je het fijn vindt dat er vrienden zo aan het barretje hangen op de blauwe stoelen. Zo moet je dat met elke andere technologie en medische technologie dus ook doen. In een vroeg stadium nadenken, welke moraal wil ik er eigenlijk in stoppen? Met andere woorden, je kunt een deel van de normativiteit, van de moraal, al in de techniek of in het ontwerp zelf stoppen. Laat ik een paar concrete voorbeelden geven van ons werk van de afgelopen jaren om die ideeën over ethisch parallelonderzoek, co-productie en de verhouding tot technologie wat beter uit te leggen. Een eerste voorbeeld is ons ethische onderzoek bij de ontwikkeling van personalized medicine, ook wel precision medicine, precisiegeneeskunde genoemd, dat als doel heeft om patiënten een behandeling op maat te bieden. Een van de pijlers is het inzetten van genoombreed onderzoek om te bepalen welke therapie het meest geschikt is. Dit wordt ook wel whole genome of whole exome sequencing genoemd, waarbij respectievelijk het hele genoom van patiënten in kaart gebracht wordt of alle coderende elementen van het DNA.
Genoombreed onderzoek is in razendsnel tempo goedkoper en sneller geworden. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in de oncologie om op tumorcelniveau vast te stellen welke aanknopingspunten, dus targets, er zijn voor nieuwe therapie. En in de kindergeneeskunde om een onverklaarde aandoening van een kind te verklaren. Genoombreed testen is hard op weg onderdeel te worden van routinematige genetische diagnostiek. Maar omdat het hele DNA van patiënten in kaart gebracht wordt, heb je niet alleen meer kans om te vinden waar je naar op zoek was, maar ook kans dat je andere dingen vindt. En we noemen dat bijvangst. In 2008, ik was toen bijna klaar met mijn promotieonderzoek aan de Universiteit Maastricht, ben ik in het UMC Utrecht komen werken. Professor Hans van Delden en ik gingen op zoek naar thema's die een dakpan konden leggen tussen wat ik had gedaan. Eerst in het LUMC, daarna in Maastricht en de aandachtspunten van de vakgroep Medical Humanities van het UMC Utrecht, met name Research Ethics. We kwamen eigenlijk meteen uit op de ethiek van die genoombrede testen. Want juist toen zat het nog echt in het stadium van het lab. Deze testen werden nog niet routinematig aan patiënten aangeboden. Welke genetische informatie moet worden teruggekoppeld aan proefpersonen en patiënten? Is dit eigenlijk wel de verantwoordelijkheid van een lab? Want daar doet men toch immers wetenschappelijk onderzoek, geen patiëntenzorg. Er lagen vele ethische vragen open en we kregen een beurs van ZonMW om een zogenaamd terugkoppelbeleid te ontwikkelen. En dat bleek de basis van een grote nieuwe onderzoekslijn die tot de dag van vandaag doorgaat. We begonnen met een ethisch-theoretische analyse van de literatuur. En ik ben naar verschillende genetica-congressen over de hele wereld geweest om de techniek, de laboratoria en de mensen beter te begrijpen. Het werd duidelijk uit de literatuur, uit de gesprekken met mensen, uit onze eigen argumentatie, dat aan proefpersonen bepaalde genetische informatie toch echt moet worden aangeboden. Maar welke informatie dat dan zou moeten zijn en hoe dat teruggekoppeld zou moeten worden, dat was nog een vraagteken. Feitelijk zag ik de overgang van de klassieke genetica naar het genoombrede testen als de overgang van een visser die met één hengel vist, een vis vangt, naar de visboot die met een sleepnet door de oceaan gaat. Je vindt niet alleen de vis waar je naar op zoek was, maar ook vissen van heel veel andere soorten en maten. Welke dat zijn is op voorhand niet te voorspellen. En hetzelfde geldt voor de genetische informatie. Wat je zult vinden weet je niet en de informatie kan levens redden, zoals bijvoorbeeld het borstkankergen, maar het kan ook heel lastige emotionele dilemma's veroorzaken. Bijvoorbeeld of het gedeeld mag of zelfs moet worden met derden, zoals familieleden, maar ook de verzekeraar en de hypotheekverstrekker. Met andere woorden, over het ontwerp van de genetische technologie moest goed worden nagedacht. En dat deden we onder andere door wat rond te snuffelen in andere wetenschapsgebieden. Zie hier de interdisciplinariteit die vaak nodig is bij zogenaamde wicked problems. Sommigen van u kennen dit plaatje. Uit de gedragswetenschappen weten we dat mensen het lastig vinden om beslissingen te nemen als er enorm veel informatie is. Dat is als u nu hongerig uit een Chinese menukaart een keuze moet maken, waarschijnlijk heeft u dan last van information overload. Maar we weten uit diezelfde gedragswetenschappen dat het veel makkelijker gaat als er een overzichtelijke hoeveelheid informatie is. Dat er zo uitziet. En daarom ontwikkelden wij een genetisch terugkoppelmodel. Dat bestaat uit een soort overzichtelijk menu. En vervolgens bedachten we met oncologen en genetici dat we dit terugkoppelbeleid ook wilden testen bij patiënten met kanker. Wat vinden zij eigenlijk van het terugkoppelen van genetische informatie en van onze ethische concepten? Samen met de oncologen, professor Emiel Voest en Rodé Belsma, met gedragswetenschapper dr. Hester Wessels, geneticus dr. Margreet Ausems, epidemioloog dr. Anne Mai en promovendus Roel Wouters kregen we een KWF-beurs om door middel van 3 verschillende onderzoeksmethoden, namelijk kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek en ethisch onderzoek, om de behoeften en meningen van patiënten met kanker in kaart te brengen en zo genoombrede testen ethisch verantwoord te introduceren in de oncologie. Rodé Belsma en Hester Wessels begonnen met interviews met 24 patiënten met uitbehandelde kanker, waardoor we heel mooi in beeld kregen hoe zij de morele dilemma's omtrent genoombrede testen ervaren. Op basis daarvan ontwikkelden we een vragenlijst die we hebben verspreid in 10 samenwerkende ziekenhuizen in het land en waar recent de 550ste patiënt is geïncludeerd. We zijn inmiddels een heel eind met deze studie en ik verwacht dat Rodé Belsma en Roel Wouters eind 2018 zullen promoveren. En dat is nog maar 1 project. Want parallel hieraan heb ik met onder andere kinderarts professor Martine de Vries
en professor Hans van Delden gewerkt aan de ethiek van het sequencen van kinderen. En ben ik betrokken bij een vergelijkbaar project onder leiding van professor Nine Knoers en professor Marcus Duwel. Verder werk ik met patholoog professor Paul van Diest en promovendus Choco Vos aan de ethische aspecten van de moleculaire pathologie. En daarnaast werk ik met dokter Noor Giesberts mee aan het Tango-project. En hebben we net een beurs gekregen om met verschillende universiteiten het Ethical, Legal en Social Aspects of Personalized Medicine Consortium op te richten. We moeten daar even een betere naam voor verzinnen. Bovendien zijn we ook in gesprek met het nieuwe Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie of we een dergelijke studie ook met hen kunnen gaan doen. Kortom, er is op dit vlak genoeg te doen. Ons onderzoek hebben we ook verwerkt in het onderwijs. Zo geven we in verschillende blokken aan verschillende soorten studenten les over de ethiek van DNA-onderzoek. En daarnaast doe ik veel aan bredere publieksactiviteiten, onder andere over deze thema's. Want het gaat immers om ethische dilemma's die ieder van jullie hier in de zaal kan ervaren als je ooit een genetische test moet ondergaan. Inmiddels wordt er vanuit de Federatie Medisch Specialisten ook een richtlijn ontwikkeld over de morele verantwoordelijkheden van artsen richting familieleden. Ik zit zelf ook in die richtlijncommissie, waarmee we dus uiteindelijk helemaal meegelopen hebben in de pijplijn van ethiek in het lab naar de concrete klinische richtlijn. Waarbij we met heel veel andere partijen medevormgevers zijn geweest van die genetische technologie. Genoombrede testen worden immers niet ongefilterd massaal aangeboden. Maar er wordt nagedacht over filters en over analyseprogramma's. Met andere woorden, in het ontwerp van de technologie is de moraal opgenomen en verweven geraakt. Graag vertel ik u nog een tweede voorbeeld van ons ethisch parallelonderzoek. Ik denk dat het in 2011 was dat ik kennis maakte met professor Edward Nieuwenhuis, hoogleraar kindergeneeskunde en hoofd van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het WKZ. Hij vertelde mij over de samenwerking tussen het WKZ en het Ubrecht Instituut, met name met professor Hans Klevers, ten aanzien van gezogenaamde organoids. Organoids zijn orgaanachtige structuren die in het lab gekweekt zijn uit stamcellen. Ze lijken op de 3D-architectuur van organen en daarom worden ze populair ook wel eens mini-orgaantjes genoemd. Ze kunnen uit verschillende soorten stamcellen worden gemaakt en inmiddels zijn er organoids van onder andere de lever, darm, nieren en hersenen. Organoids zijn veelbelovend voor bijna alle velden van het biomedisch onderzoek. Bijvoorbeeld als vervanging van dierproeven, voor het op maat testen van experimentele geneesmiddelen, de zogenaamde precisiegeneeskunde, en mogelijk ook voor de transplantatiegeneeskunde. Ik begon me in te lezen in organoids en ik kwam erachter dat er welgeteld niet één internationale publicatie over de ethiek van organoids te vinden was. En dat, terwijl de ontwikkelaars van de organoids zelf ook aangaven dat er verschillende gevoeligheden zitten bij het maken en opslaan van organoids in biobanken. Is zo'n organoid eigenlijk te vergelijken met andere vormen van menselijk lichaamsmateriaal? Is de governance van biobanken, met aandacht voor toestemming, privacy, commercialisering en ga zo maar door, is die wel geschikt voor het gebruik van organoids? En wat vinden patiënten die lichaamsmateriaal voor organoids doneren, wat vinden die er eigenlijk zelf van? In 2015 werd ik benoemd tot associate professor en van het stimuleringsgeld konden we onderzoek starten naar de ethiek van organoids. En we konden Sarah Boers aanstellen als promovendus. Samen met de onderzoekers van het Ubrecht Instituut, zoals professor Hans Klevers en dokter Rob Vries, met de kinderartsen en de onderzoekers uit het WKZ, zoals professor Kors van der End, dokter Jeffrey Beekman, dokter Sabine Fuchs, en met de Nederlandse CF-vereniging, Jacqueline Noordhoek en Vincent Gulmans, zijn we systematisch de ethische vragen van de ethiek van het afnemen en opslaan van organoids in kaart gaan brengen. Omdat er ook daadwerkelijk plannen zijn om een first-in-man studie te starten, dus dat je een proef voor het allereerst doet, waarbij leverorganoids getransplanteerd worden bij patiënten met metabole leverziekte, kregen we ook een beurs van ZonMW om mee te denken over het design van zo'n spannende trial, om mede vormgevers te worden. Immers, wie includeer je als eerst bij zo'n risicovolle trial? Kinderen of volwassenen? En wat vinden patiënten zelf nog een acceptabel risico? Inmiddels zijn we in de afrondende fase van dit project. En we verwachten dat Sarah Boers in het najaar haar proefschrift afrondt, waarin zowel de ethiek van organoid biobanken, levende biobanken, als de ethiek van organoid transplantatie proactief in kaart gebracht is. We hebben bij een aantal grote internationale conferenties,
zoals de International Society for Stem Cell Research, hebben we de ethiek hiervan van dit thema op de agenda gezet. En ik ben zelf lid van de richtlijncommissie van de American Society for Cell Biology, waarin we dus onze resultaten over het ethisch onderzoek ook een plek kunnen krijgen in die richtlijnen. In het UMC Utrecht geven we aan alle studenten en PhD-onderzoekers in de speerpunten Child Health en Regenerative Medicine geven we les over de ethiek van organoids en biobanken. En het thema leent zich ook uitstekend voor populair wetenschappelijke lezingen. Nu is het nog wachten op de Nederlandse wet zeggenschap lichaamsmateriaal, zodat ook in Nederland de inrichting van biobanken, waaronder dus organoid biobanken, dat die uniformer zal zijn. En dat donoren en onderzoekers duidelijker hebben wat hun rechten en verantwoordelijkheden zijn. Kortom, de organoids zijn een ander voorbeeld waarin we het liefst vanaf het begin van de pijplijn meelopen en medevormgever worden van de ontwikkeling van technologie. En gelukkig hebben we recent maar liefst 4 grants gekregen om ook de komende jaren verder te gaan met de ethiek van data en biobanken, met de regeneratieve geneeskunde, 3D-printen en de organoids. Met alle collega's die ik net al heb genoemd, maar ook met nieuwe collega's van de speerpunten Child Health, Regenerative Medicine. En we hebben ook een nieuwe samenwerking met collega's van de TU Eindhoven en onze eigen faculteit diergeneeskunde. En er zijn nog vele andere belangrijke ontwikkelingen in het biomedisch onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologie, waarin we in verschillende samenstellingen dat ethisch parallel onderzoek doen. En ik noem deze projecten graag omdat het hart is van onze kennisproductie en het hart van ethisch parallel onderzoek. En ook omdat het een voorrecht is om met zoveel slimme, bevlogen mensen te mogen samenwerken aan het verantwoord vormgeven van nieuwe biomedische technologie en uiteindelijk behandelingen. Zo werk ik momenteel bijvoorbeeld samen met professor Hans van Delden en promovendus en jurist Menno Mostert aan de juridische implicaties van het gebruik van big data in de gezondheidszorg. Verder werken professor Gerhard Zielhuis en ik met wetenschapsfilosoof / promovendus Martin Boekhout aan de ethiek van grootschalige onderzoeksinfrastructuur, waaronder dus het gebruik van weefsels en data. Daarnaast brengen mijn collega dokter Rieke van der Graaf en ik samen met gynaecologen professor Bart Fauser, dokter Annelies Bos en onze promovendus Amy Kool de ethiek van eicelbanken in kaart, samen met de andere eicelbanken in Nederland. En verder werk ik met professor Niels Gijssen van het Hubrecht Instituut en professor John van der Oost van de Universiteit Wageningen en met mijn collega dokter Karin Jongsma en promovendus Nienke de Graaf aan de ethiek van zogenaamde gene drives. We hebben ook 2 mooie De Jonge Academiebeurzen gekregen om te werken aan de ethiek van genome editing. Ik hou zo op hoor, met de opzomming. Met onder andere professor Sjoerd Repping en professor Rens Vliegendhart. En de ethiek van hersenorganoids met dokter Marieke Broekman. En met diezelfde Marieke Broekman werk ik aan verschillende projecten op het gebied van ethisch verantwoorde innovatie in de chirurgie. En tot slot hebben we in het verleden verschillende projecten gedaan in met name de regeneratieve geneeskunde. Onder andere met professor Wouter Derts, dokter Laura Kremers en mijn oud-promovendi inmiddels, dokter Sophie Niemandsburg, dokter Michelle Havets en natuurlijk mijn allereerste promovendus, dokter Noor Giesperts, over de ethiek van kinderbiobanken. Dames en heren, ethisch parallelonderzoek speelt zich niet alleen af in ziekenhuizen, laboratoria, collegezalen en universiteiten, maar wat mij betreft ook in het politiek-maatschappelijke debat. En soms vraag ik me wel eens af of we echt in staat zijn om een serieus politiek-maatschappelijk debat over nieuwe biotechnologie te voeren. Ik vind het nu eerlijk gezegd niet altijd goed gaan en dat licht ik graag toe aan de hand van de ontwikkelingen in de genetische techniek CRISPR-Cas9, waarbij het genoom, dus het DNA van alle levende organismen en dus ook bij de mens en menselijke embryo's, kan worden gemodificeerd. En op het plaatje aan de linkerkant ziet u zo'n menselijk embryo helemaal in het beginstadium. Genome editing wordt deze techniek ook wel genoemd. En ik vind de publieke debatten over genome editing snel een beetje armoedig worden. En dat vind ik juist een probleem, omdat je juist bij dergelijke ingrijpende technologie de maatschappij een stem wilt geven. Ten eerste is er sprake van zwart-wit denken. De vraag die mij telkens weer gesteld wordt, ook door journalisten, is: ben je voor of tegen het genetisch veranderen van embryo's? De wereld wordt opgesplitst in bioconservatieven, die uiterst terughoudend tegenover biotechnologie staan, en transhumanisten, die de toepassing van biotechnologie een morele plicht vinden. Ik voel me niet thuis in het sterke dichotome voor- of tegendenken. Ik vind het een niet zinvolle manier om naar technologie te kijken. Stel liever de vraag:
Hoe kunnen we genome-editing zo vormgeven dat het waardevolle dingen bevordert? Bijvoorbeeld dat mensen een gezond kind kunnen krijgen. En dat het bijwerkingen, zoals ongewenste discriminatie, zoveel mogelijk vermindert. We moeten ons niet afvragen of we voor of tegen zijn, maar telkens het gesprek aangaan over wat we zouden willen nastreven met die nieuwe genetische techniek en dan mede vormgevers worden. Ook hier geldt, borg de moraal in de techniek. Ten tweede zijn de publieke debatten vaak een uiting van technologisch determinisme. Het ontkent dat mensen invloed en controle kunnen uitoefenen op technologie. Altijd weer wordt aan mij de vraag gesteld, maar de ethiek loopt hier toch achteraan. Het gebeurt toch, we kunnen er niks aan doen. Dit ruist in tegen alles wat ik gezegd heb over co-productie en de verwevenheid van mens en technologie. Ik vind de gedachte dat de technologie ons helemaal zou beheersen, vind ik zelfs gevaarlijk. Want hoe kan je, als je dat echt gelooft, nou nog mede vormgever zijn? Ten derde is het debat dogmatisch. Er worden lines in the sand genoemd, waar we niet overheen mogen. Maar in de wetenschap en ook in de ethiek gaat het om provisional fixed points, om voorlopige waarheden. Tenzij je dogmatisch of religieus dogmatisch bent, alleen dan heb je misschien leefregels in steen gehouden. Maar zelfs het conservatisme van Edmund Burke zal toegeven dat om iets te behouden moet je veranderen. Ik geloof niet in eeuwige ethische grenzen, want ethiek is tijd- en cultuurgebonden en daarmee grenzeloos. Ten vierde is veel kritiek op genetische technologie eigenlijk maatschappijkritiek. Kritiek op dominante waarden en attituden in onze maatschappij. Kritiek op genome-editing richt zich bijvoorbeeld op de onderliggende maatschappelijke waarden. Bijvoorbeeld weerstand dat alles aan onze kinderen perfect zou moeten zijn. Of angst voor verlies aan solidariteit. Ik vind de kritiek soms terecht, maar vaak ook vol met hellend vlak argumenten en onbereflecteerde emoties. En ik heb van de filosofen Martha Nussbaum en Hannah Arendt geleerd dat we juist een rationele, ethische analyse nodig hebben om te reflecteren op onze emoties, omdat we anders belanden in morele vooroordelen. Want hoe bepaal je anders het verschil tussen morele intuïties die je misschien wel op het goede spoor zetten en de ongerechtvaardigde onderbuik, zoals racisme, seksisme en ga zo maar door. En tot slot, we zijn tot nu toe de paradox van de regulering van technologie niet goed onder ogen gekomen. In een liberale, pluralistische maatschappij hebben mensen verschillende opvattingen over wat het goede leven is. En dat wil je respecteren. En liberalen zoals ik willen de beslissingen over het goede leven zoveel mogelijk bij mensen zelf leggen. Maar tegelijkertijd moeten er beslissingen genomen worden over regulering van technologie. En daarmee moeten er beslissingen genomen worden over het goede leven. En dat leggen we grotendeels neer bij waar het hoort, bij onze democratie. En dat betekent dat onze politici, waaronder ik, uitspraken moeten doen over het goede leven en dus ook over de brede moraal. Een neutrale overheid is dus niet mogelijk. Ik doe daarom een pleidooi voor een overheid die toch ook de grote vragen en de onderliggende waarden van biotechnologie durft te benoemen en keuzes durft te maken. En dan komen we weer terug bij mijn vakgebied, de biomedische ethiek. Precies wat ethici kunnen is bestaande intuïties onderzoeken, interdisciplinair samenwerken, argumenten onderzoeken en articuleren. We kunnen in een vroeg stadium voorwerk doen, maar daarna ligt de bal bij u allemaal. De ethiek is zeker niet alleen van de ethici. Dames en heren, ik kom tot mijn conclusie. De ethiek was aan het begin van de 20e eeuw op een doodspoor, maar werd nieuw leven ingeblazen door de biomedische wetenschappen en de geneeskunde. Met diezelfde biomedische wetenschappen gaat het nu niet zo goed. Ik heb het verteld. Een groot deel van het onderzoek is niet reproduceerbaar, de data zijn vaak niet open toegankelijk, er zit een bias in de publicaties die wel verschijnen en er is weinig vertaling van lab naar patiënt. En wat er onderzocht wordt, is niet altijd dat wat het grootste probleem voor patiënten vormt. En nogmaals, ik citeer uit het werk van mijn medische collega's. En dus de vraag, can ethics save the life of biomedicine? Ook de biomedische ethiek is niet zonder gebreken. We gaan soms wel heel ver mee in het science-model, gericht op korte, snelle publicaties. En het is heel hard werken om ethisch-theoretisch gevoed te blijven en op de hoogte te zijn van de medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen. En er is ook een overheersende perceptie dat de medische ethiek altijd maar weer innovatie tegenhoudt. Dat de ethiek vertraagt of dat het barrières opwerpt. Maar ik hoop dat ik u heb kunnen laten zien dat de moderne biomedische ethiek juist een enabler is. Dat we kunnen bijdragen aan duurzame biomedische innovatie. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de genetica, organoids, big data, biobanken, voortplantingstechnologie. En dat is ook de rol die ik de komende jaren graag wil blijven spelen.
Vier kenmerken van het ethisch parallelonderzoek zouden een eerste hulpkit kunnen vormen voor de biomedische wetenschappen en de geneeskunde. Ten eerste een focus op die eerder genoemde wicked challenges, de grote maatschappelijke vraagstukken die interdisciplinariteit en normativiteit vergen. Dus die niet één persoon of discipline kan oplossen, maar waar we met teams naar moeten kijken. Waarover discussie zal zijn wat betreft de gewenste uitkomsten. Ons onderwijsblok Medical Humanities, dat alle geneeskundestudenten in Utrecht volgen in hun derde jaar, is een mooi voorproefje hiervan. Studenten krijgen inzichten aangereikt uit onder andere de ethiek, filosofie, scientific literacy, geschiedenis, het recht om zich zo voor te bereiden op de wicked challenges die ze in hun loopbaan geheid gaan tegenkomen. Het tweede kenmerk, voortvloeiend uit de eerste, co-productie. We doen het samen. Ten derde, pijplijndenken. Ethici kunnen impliciete waardeoordelen en normativiteit blootleggen. En we denken in de designfase, denk aan de keuken, in de designfase denken we al mee over waarde, vormgeving en kennisclaims. Maar daar blijft het niet mee. We lopen idealiter mee tot de maatschappelijke implementatie. En ten vierde, verbinding met de maatschappij. Medische ethiek spreekt tot de verbeelding van bredere publieke, politiek en de media, waardoor het een natuurlijke verbinding kan leggen tussen de academie en de rest van de wereld. En daarom is onderwijs, maar ook publiekslezingen, social media en andere vormen van outreach zo enorm belangrijk. En ik ben dan ook heel trots dat ik de UU Publieprijs die ik afgelopen januari in ontvangst mocht nemen. Kortom, Can Ethics, Save the Life of Biomedicine. Ook hier geldt co-productie. Wij ethici kunnen helpen, maar we moeten het uiteindelijk samen doen. Ik verheug me erop om hier de komende jaren met u allen aan verder te werken. Ik heb gezegd,